Welkom mensen in de nieuwe video. Vandaag gaan we weer de Skyrim doen. Ik sta nog in de lobby. We spelen vandaag weer op een andere server. Ik ga even in deze portal en dan check jullie zo meteen weer. Dus mensen, we zitten eindelijk op het eiland en het potje is gestart. Deze map ken je misschien al van de eerste Skywars afleveringen. Ik zit ook weer op deze server. Ze hebben de server helemaal vernieuwd, had ik gehoord van een vriend. Ze hebben alle, ja, de lags gefixt. Er zijn ook veel minder mensen op deze server, zoals je ziet. Ik heb al aardig wat leuke spullen. Ze hebben ook de, ja, alles gereset. Je krijgt betere spullen uit, hoe heet dat? Testen, dus dat is heel nice. Ik speel weer met de Chase. Ik ben weer een keer solo. Geen webcam, want webcam, ja, die moet nog even aansluiten, want ik ben nog gewoon bezig. Opnieuw hier helemaal neergezet en zo. Ik heb alles verplaatst. Dus daarvan, sorry daarvan. Eens even kijken. Zijn er nog een paar? Zou ik naar het midden kunnen? Heb ik pistons? Ja, ik heb pistons. Oh, nice. Dat heb je natuurlijk wel weer op deze server. Weet jij nou een leuke Skyrim server? Dan kan dat ook wel gewoon een keer. Laat even een like achter als je het allemaal niet gedaan hebt. Want het inspireert mij gewoon heel erg om door te gaan. Dan kun jij misschien ook wel weer meedoen bij de 150 likes. Want dat gaan we ook gewoon gauw weer doen. Dus dat is ook gewoon hartstikke chill. We gaan gewoon een weg maken naar het midden. Niemand heeft ons door. We kunnen gewoon rustig ons gangetje gaan. Ik zie daar iemand een beetje klooien bij zijn chest. Laat hem maar. Weet je, dan gaan wij gewoon verder en kijken wat daar in die chesten zit. Misschien hopelijk zitten er de arrows. Want ik heb al een bow en dat zou echt gewoon handig zijn. Wacht even, dit moet ik even zo doen. Zo. En dan moet ik deze even daar neerzetten. Die daar, daar. Oké, nu in één keer heel hard rennen, Brian. Eén keer heel hard. Oké, en dan moeten we hier naartoe. En dan... Oké, nice. Holy shit. Pak alles uit de chest. Snel. Choppen. Neem al die spullen mee voor mij. Neem dit mee en dan gaan we die kant op van de chest. Zo. Moeten we even slim aanpakken. Lekker logica braaien. Dan moet ik hier langs en dan hop. Kan jij eraf? Ga eraf. Goed, zo, jij bent eraf. Kijk als hier nog wat is. Hier hebben we de eieren en al deze leuke spullen. We hebben net iemand vermoord. Hartstikke nice. We pakken deze spullen en we... Holy shit. Oké, nu hopen dat ik niet geknald heb, gelukkig. Ja. Oh, kut. Ze waren allemaal mis. Hebben wij een heerlijke motherfucking beest gemaakt. Laten we eventjes deze lange pijl weg... boomen, zeg maar. Want, weet je... anders kunnen mensen daaraan vast gaan bouwen. Dat lijkt me dus dom. Even kijken. Knalt het? Knalt! Knal! Bitch! Knal! Goed zo. Deze gaat knallen. Ik voel het. Ik voel het in mijn Minecraft lijf. Nice. Dan gaan we hier gewoon een dikke base bouwen, denk ik dan maar. We hebben genoeg stone, dus laten we dat even hier neerzetten. Hop. Waarschijnlijk denk je ook wel zeker van, Brian, waarom ben je toch zo enthousiast? Nou, dat heb ik de laatste tijd heel veel in video's. En dat komt gewoon omdat jullie gewoon een like achterlaten. En dat niet dat ik zit te geil op likes of zo. Niet daarvan, weet je. Maar gewoon, het geeft gewoon meer motivatie. Mensen zeggen vaak van, god Brian, wat leuk dat je leuke video's, weet je wel. Holy shit, wat heb ik. Maar dan zeggen ze gewoon van, Brian, maak leuke video's, weet je. En dat geeft gewoon meer moed. Hebben we nog sneeuwballen? Ja, we hebben die sneeuwballen. Laten we die even gaan pleuren. Jij gaat? Yes, nice. Staat er dus nog eentje daar? Oh, wacht. Er zit ook nog chest daar in de lucht. Kut. Die ben ik vergeten. Dan gaan we gewoon naar het midden toe. En dan, eet ik even een golden appeltje. En what the fuck? Oh, mensen, we hebben gewonnen. Nice, dan ga ik gewoon naar een nieuw potje. Check jullie zo meteen weer. En dan zeg ik, lata. Dus mensen, ik zit alvast in de lobby. En waarschijnlijk zien jullie nu ook al, ik heb alvast spullen. En ik heb dus net een kitje gekocht op deze server. Er zit een speed potion bij. Er zitten 8 sneeuwballen en ook zo'n sneeuw. Dus als we die kapot gaan maken met onze shovel, hebben we wat sneeuwballen. Want ik weet gewoon dat deze map niet al te veel, één chestje heeft, weet je. En het is druk, dus daar heb je gewoon die sneeuwballen nodig om mensen eraf te kunnen knallen. We wachten nog heel even en dan check ik jullie zo meteen weer als ik naar beneden ben bij de chesten. Dus mensen, ik sta nu eindelijk weer beneden en what the fuck, ziet ze mooi uit, al die kleurtjes, weet je wel. Doet me goed. Waarom zie ik het eigenlijk helemaal niet, maar het maakt niet uit. Of nice, we hebben een enchanted axe, we hebben hier een paar shoes, we hebben wat spulletjes om verder te gaan. Trekken we dit even aan, hop, en dan doen we dat daar, hop, daar, en dan dat daar. Kunnen we die kant op? Ja, dat gaan we gewoon proberen. Dat gaan we gewoon doen. Want Brian heel veel poen. Ik voel een nieuwe parodie aankomen, mensen. Nee, maar ik speel dus nu een keer op een andere server. En waarschijnlijk hebben jullie dat ook gelijk door. Want normaal waren jullie altijd gewend dat ik een andere server deed. Dat was de Skywars.com server. Maar weet je, ik hou ook wel een keer weer van verandering. En ze hebben dus ook gefixt dat er minder lag is. En dat doet het me goed. Ik kill hem expres op het eiland. Want dan, dan krijg ik beter meer spullen, weet je wel. Als hij eraf tief met al die items, heb ik er niks aan. Pak ik even al deze spullen. Nice, we hebben echt heel veel diamond swords erbij. Laten we even... Hier kan trouwens ook niet meer de chest bug op.
Ja, soms speel ik ook gewoon voor de fun, dus met mijn vrienden of zo, weet je wel. Skywars, dan kun je mij misschien een keer zien. Het is pas ook al gebeurd, wat ik ook al eens een keer zei heb gezegd in de aflevering. Dat kan op een van deze servers, weet je. Soms speel ik gewoon eens even lekker Skywars. En soms kom ik dan ook gewoon kijkers tegen die zeggen van, goh, leuke video op Teaser Games, bedankt. Zeg dan, dan gaan we bijvoorbeeld samen even snel een potje doen, weet je wel. En dat is wel gezellig, dus ja, goed, we gaan hier een soort van crib shit maken, weet je wel. Maak hier een kleine base, dat is wel nice, even een beetje vol. Ja, het scheelt weer blokjes, zo denk ik dan weer, hè. Even dit opmaken, want het zijn gewoon echt poont veel punten, dus dat moeten we even gebruiken. Oh, dat zijn leuke hoofden, laten we die even hier neerzetten zo. Ah, bats met hoofden. Oh, misschien liggen daar nog wel leuke resources, wat ik mee kan nemen. Hier, zoals dit hout, dat kun je perfect gebruiken, want dan kun je weer wood van, ja, hout van maken, weet je wel. En dan kunnen we dat weer van wooden planks en shit. Dus dat komt goed, dan hakken we even gewoon dit weg en dan rennen we weer terug. Dit is eigenlijk een soort van onze midbase, zo zie ik het eigenlijk. Een soort van, nou eigenlijk is dat de midbase, maar dat gaat even, zeg maar, in mijn eigen hoofd door. Ik weet, ik ben het soms een beetje raar, maar dat maakt niet uit. En ik praat echt uberveel omdat ik gewoon super blij ben. En ja, ik weet niet, ik vind het gewoon super leuk om Skywars te doen voor jullie. We gaan hier eventjes zo, ik heb 6 hout, dat is nice. Laten we even een crafting table maken, want dat is eigenlijk best wel slim. Doen we zo. Crafting table. En dan doen we zo. En dan doen we zo. En dan doen we zo. En dan hebben we een shuffle. Zetten we al dit sneeuw neer. Zo. Dus en dan ownen we straks iedereen. Omdat we gewoon heel veel snowballs hebben. Holy shit. Hoe vaak zei ik snowballs in één zin? Dat weet ik niet, G. Maar dat maakt niet uit. Zie ik hier ergens iemand lopen. Niemand is in de midden. Oftewel, ik weet het niet. Kan ik daar naartoe? Ja, laten we niet de sprong zomaar gaan wagen. Dus dan doen we gewoon even zo. Hop. Nice. Eten we even een klein golden appeltje. Holy shit. Lol. Hier zit toch ook wat onder, of niet? Ben ik nou helemaal betoeterd? Dit moet wel veilig gebeuren, hè? Weet je, met condoompje en zo'n grapje. Waarom? Wacht even, laten we anders via de zijkant even kijken waar de chest zit. En anders ben ik straks misschien aan het ronddurpen voor helemaal niks. Wacht even, ik kan daarin. Kan ik daarin? Ja, wij kunnen daarin. Goed, dan gaan we hier even omhoog. Hopelijk heeft hij ons niet door. Hij heeft een weg gemaakt daar naartoe. Waarschijnlijk zit hij gewoon in mijn rug daar zo. En dan kom ik hem ook tegemoet. Dus ja. Goed, we springen dus naar boven. Opsaklee. En nice. Laten we even deze shoes enchanten, want we hebben toch gewoon te veel punten. Protection 2, YOLO. Pak ik deze speed potion die ik heb gekregen bij mijn kit. En dan kunnen we sneller rennen. Het is eigenlijk best wel snel handig als we over deze dingen lopen. Ik weet niet met hoeveel mensen we zijn. Ik zie daar 2 persoontjes lopen. Laten we die personen eens even hard gaan pakken. Jij gaat eerst dood. Nice, jij bent dood. Jij gaat ook dood. Jij bent ook dood. Dan hebben we dit gepiept. En dan ga jij ook niet dood. Kakzooi! Dus mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Laat dan een like achter en abonneer. Ik heb net verloren en zo. Dat was niet echt leuk. Maar dat maakt niet uit. We hadden wel 2 epische kills hoor. Met de shady zo die schenen, weet je wel. Je shit was high. En die vent die kwam gewoon aan met de full iron. En toen kwam ik daaraan met mijn zielige. Maar goed mensen, ik wil jullie dus bedanken. Druk even op de like button en abonneer. Wil je meer van mij zien? Check even de beschrijving. En ik check jullie later.